En het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij kan de rijstverbouwers in het binnenland een handje helpen om de rijstsector verder te ontwikkelen. Dit haalde bioloog Wasna Sewnarai vandaag aan bij het verdedigen van haar masterthesis. Behoud van hooglandrijssoorten in Suriname. Ze heeft onderzoek gedaan naar de verschillende rijssoorten in het binnenland en het platteland. Sewnarai geeft aan dat de rijstverbouwers in het binnenland diverse zaden hebben, maar er moet wel een afzetmarkt voor hen gezocht worden. Want de gemeenschap zit met de opslag van deze zaden, het verwerken van deze zaden en de infrastructuur speelt een belangrijke rol. Tegenwoordig wordt er in Marowijne bijvoorbeeld wordt er, hooglandrijs geteeld en deze worden al verkocht in Frans-Guyana. Dus het gaat al richting export, maar in kleine hoeveelheden vanuit Marowijne naar Frans-Guyana. Dus als via LVV de faciliteiten geboden worden, dat via, met de lokale bewoners dan toch de mogelijkheid zou gecreëerd kunnen worden om deze dan te exporteren. En als de consumptie voor lokale gebruik dan voldoende is voordat het dan verder geëxporteerd wordt. Sewnarai zegt dat er diverse soorten zaden zijn van hooglandrijs. Er is echter geen degelijk onderzoek daarnaar gedaan. Voor haar onderzoek heeft ze een aantal rijstzaden verzameld die verder onderzocht kunnen worden door Adron. Adron is het enige instituut dat onderzoek doet naar rijstsoorten. Adron zou dan deze zaden dan verder kunnen produceren als het ware. Uitbreiding van zaad hoeveelheid. En dan als deze zaden dan beschikbaar zouden zijn, dan kunnen deze zaden, want per gebied is al aangegeven welke zaden van waar zijn verzameld, dan aan deze gemeenschap afgestaan kan worden. Met het verdedigen van haar thesis kreeg Sewnarai de titel Master of Science in Biologie. Ze studeerde af met een 8. Gefeliciteerd, Wasna.